Vanaf 2014 zal de ziektewet veranderen en dat heeft nogal wat consequenties voor de ondernemers. Bij mij is aangeschoven Henry van Rijn, manager zakelijk van UNIV Zuid. Van harte welkom. Ja, u weet er alles van. Wat staat ons te wachten als ondernemers? Nou, er staat heel veel te wachten. De wet gaat wijzigen per 2014. Ja. Maar eigenlijk vandaag al, of eigenlijk al met terugwerkende kracht 2010, kunnen ondernemers daar last van hebben. Want het belangrijkste element wat er wijzigt is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen vaste medewerkers, dus mensen met een contract voor onbepaalde tijd, en voor mensen die een contract hebben voor bepaalde tijd, de flexmedewerkers. Ja. Die laatste groep die telde vroeger eigenlijk nooit mee als zijnde, was wel personeel natuurlijk voor de ondernemer, maar niet in de ziektewet is ook in zodanig dat het einde contractsverband was ook einde contractsverband en dan was het eigenlijk voor de ondernemer klaar. Dus als die mensen ziek werden, dan hadden dan was hun contract voor een jaar en dan werd het jaar keurig uitbetaald, zal ik maar zeggen. En dat wordt nog steeds keurig gedaan. Alleen daarna gaat het voor de ziektewet zo gelden dat de dat is een vangwet heet het dan, een vangnet die zieke medewerker nog daarna keurig betaalt. 2 jaar is de ziektewet. Daarna, als die werknemer, ex-werknemer, nog steeds ziek is, gaat hij in de WGA, vroeger de WAO. Ja. Ja, en dan gaat de tikker voor de ondernemer spelen, want die druk van die schade eigenlijk die uitgekeerd is. Hij moet dan zelfs nog gaan betalen als hij al 2 jaar verder is, ook voor een flexkracht. Dan moet hij betalen, althans hij gaat het merken in de premie die hij moet afdragen aan de verzekeraar CQ en het UWV. En wat kan hij eraan doen? Want dat is natuurlijk de vraag. Wat kan hij eraan doen? Hij kan in ieder geval zorgen dat hij die flexmedewerker, als ik hem zo mag noemen, of die medewerker die met het bepaalde contract uit dienst is gegaan, in ieder geval die ziek uit dienst is gegaan, dat is natuurlijk het belangrijkste, die moet hij gaan volgen. En zorgen dat hij, met hem of haar, een integratieplan gaat maken, zodat hij voor hem een vervangende baan of een vervangende arbeid gaat vinden. En voorheen was het na dat jaar of na die bepaalde tijd klaar. Voor hem was de kous af. Ja. Nu moet hij voor die werknemer. Daar zit een werkgever niet op te wachten. Daar zit de werkgever zeker niet op te wachten. Maar vanuit de overheidswegen is ingegrepen omdat er enorme grote instroom in de WO of de WGA is gekomen. Ja. Waardoor de overheid aangegeven heeft, wij moeten nu hier wat aan doen. Want de aantallen die arbeidsongeschikt raken vanuit die flexomgeving, die zijn te groot en daar willen wij de risico's niet van lopen. Ja. Dus ze gaan dat teruggeven, tussen aanhalingstekens, aan de ondernemers, dat die daar activiteiten moeten voor. Ja, als ik dat dan zo hoor, want dat moet je, daar ben je verplicht, dan is de enige optie om je daar is gewoon goed verzekeren. Uiteindelijk is dat goed verzekeren. Zorgen dat je een goede verzuimverzekering hebt, maar vooral belangrijk is dat je een goede arbeidsdienst daarbij ingeschakeld hebt. Want met hem of met haar, met de arbeidsdienst, zeg maar, moet je een integratieplan gewoon opstellen voor. Dat moet je überhaupt voor elke zieke medewerker. Mm-hmm. Dat moet je eigenlijk al na 13 weken moet je een integratie of reïntegratieplan opstellen. Maar voor die, laat ik zeggen, flexmedewerkers of die mensen met het bepaalde contract, was men daar wat losser in, om het zo te zeggen. Het contract is afgelopen en voor mij is het klaar als ondernemer. En nu moet je eigenlijk al direct activiteit ondernemen van hoe kan ik ervoor zorgen dat die ex-flexmedewerker straks weer in het arbeidsproces terugkomt. Dan kan ik me voorstellen bij grote bedrijven dat valt nog wat te regelen. Maar als je echt de K van het MKW pakt, dat lijkt me. Nee, dat is een enorme grote opdracht eigenlijk die je terugkrijgt van de overheid. En dus ook misschien de angst om mensen aan te nemen in dienst. Dat is correct. Maar aan de andere kant wil je ook als werkgever niet altijd iedereen maar in vaste dienst gaan nemen met dit als in de achtergrond. Want je gaat er niet vanuit dat iedereen ziek raakt of arbeidsongeschikt raakt. Dus je moet zorgen eigenlijk als je als ondernemer, of ook als kleinere ondernemer, zeker tot 10, 15 werknemers, eigenlijk altijd zo'n verzuimverzekering met eraan gekoppeld. Zo'n arbeidsdienst die eigenlijk met jou samen het reïntegratieplan al gaat maken. En het voorheen alleen voor die vaste medewerkers maakt. En nu eigenlijk voor iedere werknemer die ziek wordt, al direct een plan maken om te zorgen dat hij in het arbeidsproces, dat hoeft niet bij hem te zijn, dat kan waar dan ook, zorgen dat hij die ex-medewerker weer aan het werk raakt. Ja. Proeft u een beetje, als u bij bedrijven bent, dat ze zich hier al van bewust zijn, dat dit staat aan te komen? Proeven dat ze daar niet mee bezig niet. Zijn. Dus het probleem is dat ze nu al een probleem hebben, want de ziektewet betaalt 2 jaar uit. Dus die is vanaf 1 januari 2012, hij gaat vanaf 2014 in. Dus hij kijkt iedereen die vanaf 2012 ziek is geworden. Daar heeft hij al de last van, om het zo te zeggen. Als hij uit dienst gaat en ziek uit dienst gaat. Want dat gaat op zijn premie, die per 2014
aangepast wordt op jouw ziektepercentage of jouw schadepercentage wordt uitgekeerd. En dan ga je dus als werkgever enorme last van krijgen omdat je veel moet. Ja, je premie gaat ja, kan enorm het is heel goed om aan nu te schakelen en je voorbereiden en kijken van wat zijn mijn mogelijkheden en wat zoek kan ik doen. Zoek een goede arbo-dienst uit die jou in ieder geval heel goed in een arbo- of heel goed een reintegratieplan kunt bijstaan. Ja. Even iets heel anders. In 2012 de Incompany 100 Award gewonnen. Ja. Dat is natuurlijk prachtig als je zo'n prijzen wint. Dat hebben we ons vaker met ondernemers die hier zitten, maar ook grote bedrijven als u. Dan wordt de lat natuurlijk gelijk hoog gelegd. Ja, we hebben hem al voor de zevende keer gewonnen, dus het schept wel enige verplichting om het zo te zeggen. Maar het is wel een prijs die wij toegekend kregen, waar we heel erg trots op zijn, zoals op vele prijzen, maar op deze zeker, die vanuit de ondernemers zelf is ondervraagd. Er zijn 4000 ondernemers ondervraagd op allerlei aspecten, service, prijs, kwaliteit en dergelijke. En op al die aspecten hebben wij, want dan kan je, per onderdeel kan je nog eerste worden, maar op al die onderdelen heeft Univé als verzekeraar, als zakelijk verzekeraar, ze heeft daar hoog boven de andere uitgestoken. Ja, dat schept voor ons verplichtingen. Aan de andere kant geeft het wel ons de drive om te zeggen van dat willen we vol blijven houden. Om te zorgen dat we onze relaties en als coöperatieve organisatie wat wij zijn, willen we ook onze relaties, onze leden die we hebben, willen we ook op die manier verder blijven. Ja, want u haalt het woord aan, coöperatieve vereniging. We zien het wel eens vaker op de reclames voorbij komen, zonder winstoogmerk. Correct, ja. Dus jullie klanten zijn eigenlijk jullie leden. Maar wat merken die klanten daar nou van? We hebben geen verzekerden, hè? Zoals dat dan. Iedere verzekeraar heeft verzekerden die even voor het jargon, wij noemen ze leden. Ja. En ieder lid heeft de mogelijkheid of krijgt dat zeg maar van de het zonder winst of meer wat je aangaf is dat wij een deel van onze overwinst die wij maken, die wij weer teruggeven aan de leden. Oké, okay, sommige gebeurt het direct in de polis al direct, dat we kortingen verrekenen op basis van bepaalde grootte en bepaalde aantal verzekeringen wat ze afnemen. En bij aantal ook afhankelijk van onze resultaten kunnen we daar bovenop nog een bepaald winst. Ja, maar een deel zeggen jullie, want van de winst gaat daar naartoe. Ja, niet de gehele winst, want we moeten ook reserveren op basis van allerlei wettelijke eisen die gesteld zijn door zowel Nederlandse bank als de AFM. Dus op basis daarvan moet je ook jaarlijks het opstellen. Maar een deel daarvan dat we kunnen weggeven, dat wordt ook weggegeven. Het is niet ons bedoeling dat wij als andere grote bedrijven heel veel winst gaan maken en dat gaan oppotten. Wij moeten gewoon zorgen dat wij de juiste verplichting van onze leden kunnen nakomen. En dus als zij schade hebben, dat we het uit kunnen keren. Precies, mooi zo. Ik wens jullie daar heel veel succes bij. En vooral die ondernemers nadenken over die ziektewet. Heel belangrijk. Dat is nu al heel belangrijk. Precies. Goed, ik dank u voor dit gesprek. Graag gedaan.